Michel van den Branden is een bekende Vlaming geworden dankzij zijn opmerkelijke passage in het programma The Sky is the Limit. Dit jaar viert zijn stelling- en tribunebouwbedrijf Contrimo zijn 25e verjaardag onder zijn leiding. Van den Branden liet bovendien onlangs weten dat hij misschien wel instappen in de politiek zou willen zetten en sprak daarover al met Jean-Marie de Dekker. Tijd voor een gesprek dus. Meneer van den Branden, Contrimo bestaat dit jaar 25 jaar. Hoe verliep dat begin eigenlijk van de onderneming? Ik moet zeggen, Contrimo was al een bestaande bedrijfje. Dat was een firma die in Boom gevestigd was. Was met 3 eigenaars en met 12 personeelsleden. Die mensen worden dat beu en die wilden dat overnemen. Dus ik met mijn collega Mark de Bie hebben dat samen overgenomen. Natuurlijk, we zijn met dat in één keer beginnen groeien. Heeft veel groeipijnen gehad, veel financiële debakkels. We hebben altijd een stijgerfabrikant gehad, Laier. Heeft van in het begin in ons geloofd. Op een gegeven moment hadden we meer dan, kijk, dat was nog Belgisch geld, 160 miljoen Belgische frank in huur. Hè, dus 4 miljoen euro in de tijd, in 1998. En zo zijn we stelkens ongegroeid tot het bedrijf wat we nu hebben. Hè. 25 jaar later werken we met 130 en 150 man en een omzet van ruim 12 miljoen euro. Op welke manier ben je er eigenlijk in geslaagd om het tot een succes te maken? Wel, ik ben in 1980 begonnen de stellingbouw van handlanger. Dus op de grond materiaal geven, monteur, chefmonteur, brigadier, projectleider, gans het proces doorlopen. Dus dan ik gedelegeerd bestuurder geworden zijn met Eurostijger. Daar hebben wij toch enkele jaren gewerkt. En dan hebben we de kans gehad, ik met mijn collega Mark de Biemer, die is al 30 jaar gestopt. Die was 50 jaar, die zegt, ja, ik stop ermee, ik wil gerentenier met manier van spreken. Dusdanig heb ik in het bedrijf gerold, gelijk het nu is. Maar ik had wel ervaring. Ik heb justitiepaleis in Brussel zelf nog gemonteerd hoor. Dat was in 1987. Ik zal er ook niet vergeten, want ik had een bieper bij. Mijn dochter is van 87. En ik had een bieper bij. Moest iets gebeuren, moest mijn vrouw bevallen, kost ik onmiddellijk naar huis rijden. Dus daarmee weet ik het. Dus ik heb het van A tot Z volledig doorlopen, het proces van stellingbouwer tot wat ik nu zin. En is dat dan een reden van je succes? Is dat ook een tip die je zou geven aan jongeren die willen ondernemen om zelf de handen vuil te maken in het begin, zeg maar? Ik ben er een beetje op tegen. Ik kon er vinden hier ook. Bij alle respect voor die man, die studenten, tot de 5, 26 jaar naar school, maar die hebben geen ervaring op de werkvloer. Dat is het grote probleem. En die mannen zeggen ook, ik heb er overlast, sollicitanten bij mij gehad, via de mail, ik zoek een projectleider met ervaring, een van 25 jaar, een ingenieur, die zegt gewoon tegen mij, ja, wat kan ik hier verdienen? Ja, maar zo werkt dat niet. Hè. Je moet maken dat je het kunt verdienen. Hè. Dus ik begrijp niet wat hier aan het lopen is nu. Ik was met 12 jaar met school geweest. De computer kan met de computer werken voor hetgeen wat ik kan of moet doen. Maar ik ben ook geen krak. Hè. Daar hebben we al personeel voor. Maar eigenlijk vind ik het nu een slechte ding. Vroeger was dat bij leercontract. Dan ging jij een dag naar school en 4 dagen ging jij mee gaan werken. En dan leerde je stil. En nu is dat vier maar andersom. Nu moet er iemand dat naar school goed gaan, gewoon zeggen tegen een gast dat arbeider is, want hij moet doen. En dat werkt niet. Volgens mij werkt dat niet. Dus we kunnen echt wel concluderen, een baas van een bedrijf, een CEO, moet eigenlijk in het ideale geval zowel zelfervaring, werkervaring hebben, als ook het ingenieursgedeelte. Je moet trouwens het proces doorlopen hebben, vind ik, van A tot Z. Dus ik zal wel zeggen, ik heb mijn rol doorgegeven, ik ben dan opgeklommen, ja, waar ik nu zit. Dus, het kan niet zijn, ik denk niet aan de nou, of je moet veel geld hebben natuurlijk, maar Koeken die kan natuurlijk wel zeggen, nou, ik koop dat, en die kan zijn mannetjes er zetten. Maar gelijk in een stellingbouwbedrijf, je moet echt wel de voeling hebben, hè. Je moet dat wel kunnen. Hè. En waarom gebeurt het niet meer eigenlijk in uw sector om zo iemand te kunnen vinden? Ten eerste, ja, het kost allemaal veel te veel geld. Nou. Ik ben in 98 begonnen, daar stonden de banken niet met kruwagens met geld, met manier van spreken. Als je nou 100.000 euro vraagt, moet je naaf van niemand en niemand bloed afgeven, wat God toch niet doet, gewoon zeker, want godverdomme, ze me geen schaal zijn. De bank ze niet meer vrijgeven voor geef maar. En dat is eigenlijk het grote probleem nou, voor jonge mensen met weinig of geen kapitaal, voor nog iets op de markt te kunnen brengen. Hè. Dat is eigenlijk het grote probleem. En voelt u dan eventueel een verantwoordelijkheid om bijvoorbeeld jonge ondernemers dan te helpen om ze wat kapitaal te bezorgen of ervaring te bezorgen? Ik moet zeggen, mijn kapitaal zit allemaal met Contrimo. Hè. Het is heel kapitaalintensief. Dus voor een voorbeeld te geven, ik heb ongeveer eigen materiaal, 40, 42 miljoen euro eigen materiaal. Dat hebben we op de werven staat. Ik heb 400, 500 werven. Dus ik gebruik mijn kapitaal zelf voor mijn eigen bedrijf.
Tuurlijk, als er morgen jonge mannen komen of die of de andere, en je kunt ze wat wegwijsmoken, voor wat niet. Maar dat is allemaal voorbij. Dat is mijn gedachte, dat zijn allemaal van die mannen op de bureau zitten en dan wil de computer kunnen werken. Maar eigenlijk praktische dingen, nee, daar zie ik niet meer zitten. Eén verschil dus wat je nu al vermeld hebt vergeleken met 98 en nu is dat het veel moeilijker is om een lening te krijgen. Welke andere verschillen merk je nog? De mentaliteit van de arbeiders, van de bedienders op alle gebieden. De mensen worden echt leeggeroofd voor de mensen die niet werken. Het is niet op een mollige 55% belastingen betaald. Ze krijgen nu de arbeiders en de bedienders een serieuze opslag met die index. Waarom niet netto dat geven? Het is in de werknemers er echt goed bij. En de werkgever moet dan ook blauw betalen. Dus één winnaar met die opslag, dat is dood. Dat is dood dat nu winnaar is. Want ja, je krijgt dat bruto op een loonbriefje. Je wordt er 5% op belast. Je krijgt nog eens een persoonlijke brief. Dus wij die hoeven van die 11%, 2%. En de rest gaat terug naar de stoot. Is een ander verschil ook het soort arbeiders die je vindt? Zijn er niet minder Vlamingen en Belgen die werken in de bouw, zeg maar? Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er altijd op tegen geweest. Ik heb al bijna zo'n slogan van eigen volk eerst. Hè? Maar ik heb dat al moeten herzien. Dus ik werk van 150 naar 120 man eigen personeel. En ik werk nu met 30, 40 onderaannemers. Gewoon omdat ik moet. Ik vind geen mensen niet meer voor te werken. Die zeggen tegen mij, je zult niet zot dat ik ga werken, zeker. Ik heb 1700 euro van een bonk te doppen. En als ik hier kom werken, heb ik 2000 euro misschien netto in de bonk voor een hele dag mijn jeep af te draaien. Een schoofzak te moeten maken, not te moeten pakken. Die mannen zeiden, we blijven lekker thuis. En ze krijgen een OCW, ze krijgen een check van dat, ze hebben op alle gebied geholpen. Dus het verschil is veel te klein tegenover de mensen die werken, de mensen die werken. En dat is, ik begrijp dat niet, en ze dat niet oplossen. Dus we hebben dat verschil. En is er dan ook het verschil dat de Vlamingen eigenlijk dat soort werk niet meer willen doen? Niet alleen van de verloning tussen werken en niet werken is te klein, maar ook het soort werk dat het gewoon Vlamingen... over het soort werk, want je vindt overal geen werk niet meer. Je vindt geen elektricus, geen metsers, geen bezetters, geen loodgieters, geen stellingbouwers. Noem geen maar op, hè. Je vindt je dat niet meer. Hè. Een metser vind je niet meer. Hè. Dat zijn allemaal mannen die dan uit Polen komen en Hongarije en noem maar op. Hè. Die komen die bij vierkante meters tegen zetten. Hè. En plus, die mannen mogen zaterdag en zondag werken. Hè. Onze werknemers mogen niet werken zaterdag en zondag. Hè. Nou, die mogen dat wel, maar 150% ingeschreven. Dus, hoe kunnen we de mensen dan motiveren? Hoe kunnen we de mensen motiveren door geld te laten verdienen? Maar als ze dat niet kunnen, dan blijf je gewoon thuis. Hè. Dus dat zou toch wel een oplossing zijn als de Vlamingen en de Belgen genoeg geld ermee verdienen? Dan denk je wel dat je ze die werkkrachten gaat vinden. Ik ben begonnen in 1980. Ik moet zeggen, dat was zwart geld. Was dat serieus in de omloop. Hè? Ik ook. Ik heb ook veel geld verdiend. Maar ik ging er wel voor werken. Dag en nacht, zaterdag, zondag. Mijn kinderen, ik heb er niet zien opgroeien, omdat ik oud gewerken was. Want hij verdiende geld. We gingen vooruit. Ik kost mijn huizen kopen. We kosten een stuk grond kopen daar. We kosten een schoon auto kopen. We gingen er voor werken. Maar we verdienden geld. Nu pakken ze alles af. Dat zwart geld is al een jaar of 10 taboe. Taboe, hè? Je vindt geen meer. Hè? Dan moeten mensen wijs maken, die mensen moeten nou met 2 man werken, vooral als ze kunnen betalen. Hoe kunnen het geld in de economie nog blijven steken? En vroeger hadden ze een envelop met zwart geld, ik had dat ook. Ging ik om banden, dan ging ik op pinten gaan drinken, dan ging ik met een nieuwe gsm halen. Dat geld werd in de economie teruggestuurd. Maar nu is dat niet meer, want er is niks meer. Wat is eigenlijk het grootste verschil qua ondernemen met het buitenland? Het verschil tussen België en het buitenland qua ondernemen? En wel, het buitenland vindt eigen nodig. Het is Europa. Hè? Die mannen komen hier werken om 32 euro, alles in. Dus ik moet geen auto meer kopen, ik moet geen auto meer geven. Geen mazout, geen arbeidsongevallenverzekering, geen maaltijdchecks, geen kilometervergoeding, dus noem maar op. Ons mannen kosten hier gemiddeld 22 euro per uur, bruto. Maal 2,14. Ons man die kostte bijna het dubbele. Dus het is Europa. Maar die Polen, en het komt allemaal naar die wijken, Hongarije, noem allemaal maar op, om die loonkost. Plus, feest al 1 november. Komen er wijken, nee, mannen? Wij niet, want ons steken ze in een bakken gewerkt, nog mannen. Hè? Maar die mannen mogen werken. Dus dat loopt niet helemaal scheef in Europa. Plus, dan ze worden gefactureerd door een Poolse firma, via een Belgische vennootschap, gaat dat weg. Ik moet dat wel zeggen, nou met die check-in at work, hebben ze ook al veel kunnen oplossen met die schijnzelfstandigen. Hmm. Hey? Dus wij werken nu met mannen met check-in at work, met volledig in orde. Die mannen worden betaald per uur, maar 32 euro, alles. Hè? Dus ik begrijp het ook niet. Maar ja, de concurrentie was ook
mee. De concurrentie ging met de wijze zakken en met werk lopen. Dus ik moest mee op de kei springen voor ook met onderaannemers te werken. Hè. Je vermeldt Europa, maar als we nog een beetje verder gaan, bijvoorbeeld, je bent onlangs in Dubai geweest. Ja. Kan je eens het ondernemersklimaat daar vergelijken met hier? Daar heb ik nog niet veel zicht op natuurlijk. Dubai is een... geen belastingen, die kennen dat niet. Hè. Die hebben geen belastingen. Hè. En naar Dubai kun je best gewoon als je zelf geld hebt. Hè. Want een Arabier, ik weet het niet, ik zou niet durven zeggen, maar... ik denk dat je naar door moet gewoon en geen geld. Ik denk niet dat je ver gaat komen door in Dubai. Maar als je geld hebt, wil je wel goed ontvangen natuurlijk. Hè. Prachtig land, hè. Maar ik heb er geweest. Fantastisch. Eten, muziek, doe maar op. Ik heb die in de Gipenders leren kennen door. Die een projectontwikkelaar door. Ja, oké. Okay, ja. Als je er werkt misschien en je moet goed kapitaal hebben. Voor je landen toch moet je kapitaal hebben. Daar lijken ze toch veel meer te bouwen dan hier bijvoorbeeld. Ze bouwen er maar op, natuurlijk. Ja. Die Sheikh zegt, ja, maar ik ben geen staat, ik ben een bedrijf, zegt hij. Die Sheikh zegt, ben ik geen staat, ik leid mijn staat gelijk een bedrijf. Dus die mannen zetten maar buildings op, die verhuren, die verkopen die. Dus die mannen die hebben een heel ander beeld, een beter beeld dan hier, vind ik persoonlijk. En iedereen mag meedingen van die rijkdom. Hè. Beter beeld, betere mentaliteit eigenlijk ook. Betere mentaliteit, zeker en vast. Hè. Ja, ja. Als het gaat over ondernemen, toch? Want we kunnen het verder opentrekken, maar we zijn bezig met ondernemen. Je zegt geen ene lopen met op straat lopen, te slopen, dat bestaat er niet. Hè. Het zijn er allemaal ondernemers daar. Hè. En zijn allemaal met een chique auto. Wat ik er allemaal zie van auto's, dat wordt zot. Hè. Dus daar kun je natuurlijk ondernemen, maar ik denk altijd... Ik heb nog niet geweest met niks, maar ik denk dat je naar Dubai gaat. Voor het ondernemen moet je geld hebben. Anders kun je er niet ondernemen, daar ben ik zeker van. Je vermeldde al de stellingen aan het justitiegebouw. Dus al 40 jaar staat het gerechtsgebouw in de stijgers. En ondertussen moeten zelfs de stellingen verstevigd worden of hersteld worden. Ja. Wat is jouw mening over dat debakkelen toch eigenlijk wel, dat kunnen we zeggen? Ik begrijp het niet. We hebben in 83 begost, dat is het justitiepaleis tot daar. Die vier beelden hebben we eerst in de stellingen gezet. Die boven met de shorts, dat ben ik. In 1986 zijn we de stelling beginnen zetten daar. En over 9 jaar hebben wij, volledig rondom de toren, 58.000 lopende meter hout volledig moeten vernieuwen. Omdat de stelling was niet rot, maar de planken die erop lagen, die waren rot. Hè. Dat was levensgevolg voor deur te lopen. Over 4-5 jaar hebben wij de front, de voorgevel, ook volledig moeten vernieuwen van hout. Dus, en is er weer geen beweging op, hè. Dus ik begrijp het niet. Dat is gelijk de wegen ook. Ze beginnen een weg te doen in Oostdonk. Dat is nog niet klaar, maar ze beginnen al een beltselen. En je loopt overal vast. Dus beginnen dat project, dan werkt dat die staf. Hè. Maar nee, ze hebben 520 euro vrijgemaakt voor de stelling. Te herplaatsen, hè, voor vermakkelijken. En is dat geld op en is dat weer gedaan. Hè. Dus ik denk, ik kon er niet meer meemaken. Jij misschien wel nog, maar ik kon er niet meer meemaken. Die stelling goed afgebroken ben. Nee, daar ben ik zeker van. Sommigen beweren dat het eigenlijk een mooi voorbeeld is van incompetentie van de overheid. Ja, dat weten we al langer of vandaag zeker. Hè? Dat moeten we toch niet... Hè? Dat moeten niet. Ik ben geen geleerd, hè? Dat weet ik al zo. Hè? Je hebt al verschillende voorbeelden aangehaald van eigenlijk invloed van de politiek in het ondernemen. Ik zou daar wel een beetje op inzoomen. Hoe zou jij de invloed van de politiek in het ondernemerschap in Vlaanderen beschrijven? Bij mij is het simpel. Hè. Die politici zijn allemaal postjes, krijgen allemaal postjes, worden overbetaald en ze hebben geen voeling met de arbeiders en de werknemers en de werkgevers. Zo simpel is dat. Eigenlijk, ik had graag een rendezvous gehad. Ik moet Jean-Marie de Dekker eens gewoon bellen. Ik had graag een rendezvous met die man, want dat is eigenlijk een man ook met hart op de tong. En die ook al veel goede dingen gezegd en gedaan. Hm? Dus in feite zou ik willen, in 2024, dat er bepaalde ondernemers meekomen in het politieke landschap. Wat nu is van vodder op zeun en zodra... Maar die mannen zijn down to earth. Die, alleen ze gaan op bavono. Dat wordt allemaal betaald door ons belastinggeld. Voor wie en voor wat. Kun je het ook zo kunnen doen. Hè? Dus dat is allemaal zo geslepen en zo. En die mannen worden overbetaald. Voor niks te doen. En ze hebben gewoon geen voeling met het, ik zal zeggen, het werkvolk en de werkgevers. Hè. Je vermeldde al zwart geld vroeger. Hoe zit dat eigenlijk nu qua corruptie, politieke spelletjes, vriendjespolitiek? Hoe zit dat? Is die politiek veranderd, merk je? Baneerd hoor, baneerd. Kijk naar het Europees Parlement. Hey. Heb je geen 150 euro in de zak? Ik kijk er niets in, maar door. Maar we zeggen tegen mij, hey, we hebben een tijd in debat gehad, over een jaar of 10 denk ik,
waarom moeten de politiekers zo zwaar betold worden? En het antwoord was simpel, jammer, die mannen, dat hebben ze niet... Dan worden ze niet gecorrumpeerd, worden ze niet omgekocht. Worden ze niet omgekocht. Want als je veel geld verdient, hadden ze niet nodig. Moet eens kijken, hè. Die mannen hebben 10, 15 euro per maand, hè. Wel, ze hebben de zak geld toch gehad, zwart, ze hebben het toch gepakt, hè. En wij, als wij morgen mijn mannen 100 euro geven in zwart en ze pakken mij, kan je de boel sluiten. Dat is het verschil tussen die politiekers. Well, het voorbeeld dat je nu vermeldt in het Europees Parlement is natuurlijk vooral met de socialisten, de Europese socialisten. En er zijn ook Belgen bij, Tarabella en Arena. Dus lijkt het ook meestal van een bepaalde hoek te komen, die corruptie? Ik durf wel zeggen, de bepaalde hoek, daar heb ik mijn twijfels over. Ik denk dat ze allemaal stront en onder de kikker hebben. Kijk nou die koude kibi, daar weet ze er, die koude Al-Kawakibi. Vooral werd die tank boven de hoofd gehaald, denk je. Waarom? Ik ben zeker, hé, en ze moesten zeggen, kom aan, bakken en al wat je wilt, er geld afpakken. En ze kunnen, hé. Dan begint die te klappen. En dat wordt een veeloer, hè. Dan ligt Belgen plat. Je bent veel te veel, jong. Maar als wij 500 euro geven of iets zwart doen, wij hangen tegen de muur, hè. En dat is goed een probleem, jong. Die politiek is zo rot of stront. Eind augustus vorig jaar kwam je in het nieuws omdat je zei dat je wegging uit Blankenbergen. En dat had eigenlijk te maken met het bestuur en de politiek in Blankenbergen. Ja. En er was sprake van krotbelasting die je moest betalen. Kan je dat nog een keer een beetje schetsen? En ook als voorbeeld van hoe dat jij in contact komt met de politiek? Ik had een café gekocht in Blankenbergen op de markt. Ik kon er te veel uitleg om doen. En het vorige bestuur, dat was de burgemeester, was een vrouw, Daphne Dummery. Die was voor 6 jaar verkozen. En we mochten overal een terras zetten, iedereen. Wat zei Jommeke er? Jommeke van Mechelen noem ik die. Bart Somers, noem dat Jommeke, nee, want het is klein Jommeke. Hè. Die zei, luistert mannen, zei hij. Als je een bles hebt onder elkaar, dus de gemeenteraadsleden en de burgemeester, en je spant samen met elkaar, en je hebt de meerderheid, kun je de burgemeester buiten schotten. Die heeft Bart Somers ontwikkeld, zo gezeten. Dommerik, hè. Dommerik zeg ik er tegen. Hè. En weet wat je ziet, als je in een huwelijk zit, als je een bles hebt, komen er ook scheidingen van. Wat gebeurt er nou met mij? Dus ons terrassen moest op 1 jaar moest dat weg. Paf, allemaal afgebroken worden. Deurde nu van burgemeester, Bjorn Brassé. Die leegstand, ik heb het over 17.500 euro. Moet je goed rusten, over 2 jaar koop ik dat. In mei. Hij begint direct te veranderen. Direct. En in juli, augustus mogen we niet werken. Hey, want ja, het was on de markt, hij mocht er niet werken. Wat gebeurt er nou? De vorige eigenaars hebben dat 5 jaar in dingen getrokken, in proces getrokken. Die hebben dat verloren, maar tussentijds om mij verkocht. En dan komen ze met Van den Branden Michel, hey. Poef. Hij zit nog in het gerechts, of in Brugge, niet? Komt voor in Brugge, hey. Ik vind dat heel eigenaardig. En dan werk ik met boos gemokt in Blankenbergen. Maar de boosheid is al een beetje over. Maar ik ben toch meer en meer te denken van de politiek te gaan. Dat meen ik. Hè. In de politiek te gaan. Regionaal, misschien in Blankenbergen. Dat meen ik. Hè. Want er gebeurt veel te veel goede dingen in Blankenbergen, maar nog meer slechte dingen. En daar wil ik ook op werken. Well, je vermeldde al Jean-Marie de Dekker. En in een ander interview heb ik gehoord dat er contact zou zijn. Hoe ver gevorderd zijn die contacten met Jean-Marie de Dekker? Well, ik moet zeggen, vorig jaar kort contact gehad. Hebben we een maand januari. Is nog niet om. Gingen we contact nemen met elkaar, een paar datums vastleggen en gingen smiddags een keer naar iets gaan eten met elkaar en eens overleggen, brainstormen, hoe gaan we het zien. Ik moet dat doen, eerst en vooral voor de werknemers en ook voor de werkgevers. Als we niets gaan doen als ondernemer, hè, worden wij gewoon weggepest en weggeblozen door de belastingen. En we hebben ermer en ermer. Ze halen de armoe al ze gewoon binnen. Moet ook eens gedaan zijn, want dat is ook niet scholen. Eén op drie sprukje vloms. Ze zeggen, het school gedacht eruit, weet je wat dat komt? Ik weet wat dat komt. Als je 10 verschillende nationaliteiten hebt, spreek je één vloms, komt allemaal achteruit. Dus er moet aan de politiek iets gebeuren. En er moeten mensen zijn die met een grove bustel gaan. Vlaams Belang, ik zeg niet. Het is veel te radicaal soms. Ze hebben veel geleid. Veel gelijk. Hè? Ik heb aan mijn tv kapotgeslagen. Als ik die vuile
Brusselaar, zou ik dan maar zeggen, want anders ben ik een racist. Stien en alles in de ambulance zien smijten. De ordendiensten met vuurpijlen leggen. Allee, come on. Ja, we hebben onlangs een interview gedaan met zo iemand die in Brussel rondrijdt als hulpdienst, brandweer. Ja. En ja, die wordt elke keer aangevallen eigenlijk. Moet dat juist lukken. Ik heb naar de politie moeten komen voor een meep dood te schieten. Ik heb het gelezen, hè? Weet je wat je zot ziet door van dingen van Gaia, daar, van Den Bosch? Ik kan tot 8 jaar bak krijgen en 28 euro boete. Nou, dat zot zeker, die zot, want daar moet ik op reageren. Ze biedt op Facebook. Hè. Ik heb dat allemaal gestoond. Ik wil dat niet zo. Hè. Dus een meep dat ik per ongeluk... Ik schiet van mijn terras, maar dat is mijn locusgeweer. Je kunt die praktisch niet doen. Natuurlijk had er minder... Ja, klaar, hè, wat mij dat bommen? Maar mijn terras is wel... Poepvrij. Dus, maar die mensen, die worden belaagd, die worden gesmeed, die moeten in de kniekool liggen, want die zijn manden. Wij komen komen, die man laten ze maar lopen. En jij gaat een oostelijk kloot schieten naar een meepje, die van een bos zit, 8 jaar bak en 28 euro boete. Dus u klaagt eigenlijk die onrechtvaardigheid aan, die tussen die twee gevallen bijvoorbeeld en zoveel andere voorbeelden? Als je nog een uur of twee tijd hebt... Ik kan nog heel veel vertalen, maar hey, dat ga ik nog niet doen. Maar ik krok niet uit vertaald. We hebben ons bedrogen gevoelen, belogen gevoelen. Als ondernemer kun je niet geloven. Dat kun je niet geloven, want de mensen die worden uitgebuit en nog werken. En ze de armoe gewoon binnen. Moest ik een politieker zijn, van arbeidsvoer, zou ik zeggen, oké, die mannen komen binnen, want ze hebben allemaal mannen. En allemaal een iPhone, hey, we zijn hier in België, hey, we zijn hier. Hoe gaan die job hebben? Misschien de steken op de gat zeker voor op te lagen. Ik weet niet wat die dat doen. Maar die worden geholpen, die krijgen geld voor niks te doen. Geeft die een werkpas, hè? Lekker in Amerika, hè? Krijg je een werkpermit, verdrijven ook, dat werkt, hè? Werkt er niet? Niets. Wat kan dat niet in België? En kun je toch niet blijven het volk aanpakken, hè? En je spreekt over de politiek. Is de bedoeling dan om in de lokale politiek te gaan? Of eerder op Vlaams niveau of federaal niveau? Ja, ik kan geen Frans. Ik spreek geen Frans. Ik kan een beetje mijn plan trekken, maar ik hoef niet. Hè. Ik heb geen personeel genoeg van mij. Mensen, hè. Arne doet het Waals gedeelte. Ik kan het wel wat verstaan, maar ik spreek geen Frans. Maar over Franse politicus kunnen niet Vlaams. Ook niet veel, zeker. Hè. Ja, de Frans taal is dan niet bekend voor een kennis dus, van het Nederlands. Ik hoef me niet voor Frans te zijn. Dus moest dat zijn, is het beter de Vlaamse. Maar natuurlijk, dat vroeg ik me eigen ook af. Waarom zoveel regeringen? Waarom? Dat vroeg ik me eigen ook af. Maar voor die postjes, hè. Ze mogen allemaal postjes bij, hè. Jommeken, allee, minister van Omgeving, dat bestond toch vroeger niet? Ik heb het niet geweten, ik. Binnenlang bestuur, mogen ze een postje. Die van den Broek, die halen ze terug. Heb het konijn, voor mij is dat zwart konijn, hè? Die halen ze terug. Ik heb niet een stem gehad. Er zijn 6 of 7 ministers die naar voren gekomen zijn, die niet verkozen zijn door het volk. Dus die politiek is geen zwakke nest. Om te vermijden dat er zoveel regeringen zijn en parlementen, wat zou u dan als oplossing zien? Eén regering? Eén regering? Voor zo'n landje. Als je pist, dan erover. Dat is 300 kilometer en je zit er deur. Eén. Want we moeten toch naar Europa luisteren, nee? Maar één regering dan op Belgisch niveau? Of Belgisch is de bedoeling niveau. Om te splitsen? Belgisch niveau, ja, splitsen. Ik vind dat zeer, moet je niet splitsen. Ik moet natuurlijk wel gedaan zijn met die miljarden op Wallonië. Ze zijn beter investeren in Wallonië, zonder dat het ook te werken kan. Maar je weet, dat ze al 3 of 4 generaties in Wallonië en Brussel dat nooit niet gewerkt hebben, dan het geld zoek krijgen, die krijgen je niet meer aan het werk. Als de papa niet heel dag in de zit, met zijn sigaret en die kan niet alleen van die dop, de zoon die heeft 20 jaar, die gaat ook gewoon doppen. Waar moet hij gewoon werken? Dat is het grote probleem. Hè. We moeten altijd maar geld geven. De Vlaamse moeten geld geven aan Wallonië voor door te kunnen overleven. En alles te kunnen betalen wat niet werkt. Wel, als je de evolutie van België bekijkt, zie je dat het steeds meer richting een splitsing gaat. Hè, van het unitaire België naar nu de gewesten. Dus laten we ervan uitgaan dat die evolutie blijft verder gaan. Zou u er tegen zijn dat er een splitsing is, dat er een onafhankelijk Vlaanderen komt? Nee, dat kan beter voor ons eigenlijk niet. Want vroeger horen we eigenlijk het Monaco van België. Maar ze zijn ons goed aan het uitzagen dat we bij Monaco niet meer gaan zijn, maar dat we een dingetje in Turkije gaan worden. We worden gewoon geleefd hier. Hè. Dus ik zou er niet op tegen zijn, maar dan moeten we wel goede afspraken maken natuurlijk met elkaar. Hè. En ik zie dat zomaar niet zitten. Hè. Want natuurlijk, Jean-Marie de Dekker stond op een N-VA-lijst en is ook verkozen via die lijst. Onafhankelijk, maar via de N-VA dus. Ja. En de N-VA, die is nog altijd voor onafhankelijkheid, maar die stellen nu dan toch vooral confederalisme voor. Wat denkt u van confederalisme? Wat zegt dat?
ja, wat zeg ik daar? Hey, het probleem is, in Vlaanderen zijn 30 goede bedrijven. Hey? De Walloon zijn 10 slechte. Hoe gaat dat regelen met elkaar? Hey, die kunnen op dreigen, die kunnen op dreigen gewoon. Hey? Dat kan niet. Hey. Wat was ik verkeerd? Wel, komt u veel in contact met Waalse bedrijven? Hoe zit die mentaliteit daar? Of met de Brusselse in ieder geval? We hebben veel werk in Brussel en Wallonië. Dat is geen probleem. Maar het zijn ook grote bedrijven natuurlijk. En dat is veel. Wie de Waal is, dat zijn niet de minste. Basics, dat zijn allemaal grote bedrijven natuurlijk. En dat zijn gezonde bedrijven. Hè? Maar ja, als we gewoon beginnen splitsen, ben ik maar bang. Wie gaat wat voor hem houden? Hè? Iedereen gaat het goede willen houden en slechte wegdoen. Ja, die gaat slechte wegduwen en het goede willen houden. Hè? Dus eigenlijk is dat... Ik denk, meer gedacht naar België. Ian, meer gedacht. Laten we even teruggaan naar bepaalde andere invloeden van de politiek in het ondernemerschap. We zien uiteraard de invloed van de hoge energieprijzen, invloed van inflatie, de loonkosten voor de bedrijven die stijgen. Hoe wordt u daarmee geconfronteerd als bedrijf? Het is niet moeilijk. Hè? Dus, ik heb vorig jaar ongeveer dezelfde omzet dan 21, heb ik 275 euro meer mazout moeten betalen. Mijn gas is van 309 naar 1747 euro gegaan. Ik heb verschillende mensen al van mij geld moeten toestoppen voor de gasrekening te kunnen betalen. Of voor de trick. En dat is het grote probleem hier. En dan weer kom ik weer op hetzelfde. De mensen die het niet kunnen, zo gezien, dat stempelen, die krijgen het zo. En dat is gewoon verkeerd. Dus plots van het goede te maken, maken ze het altijd maar kleiner. En ze zeggen, oh, maar ik heb dat meteen op de klanten. Dat zie je vreemd, want de mensen hebben prijzen offertes gemaakt. Hè. Ze zijn 3 maanden geldig, maar ben ze 3 maanden goed, dat er allemaal omhoog. Zeg jij maar tegen een klant, oh, zij kon er 10% bij doen. Hè. Dat komt niet goed. Hè. In een interview met Stijn Baert, arbeidseconoom, hadden we het over de invloed van de groene politiek, zeg maar. De subsidies, het geld dat bijgedrukt is voor de coronamaatregelen. Dus we zien wel dat echt de politiek een invloed heeft. Wat vindt u van die groene politiek? Ten eerste, we kunnen niet meer werken. Overal, in Mechelen, in Brussel, in Sint-Niklaas, mogen ze allemaal knippen. Hè? Dus wij moeten een stelling gaan zetten. Die man rijdt aan de deur, 58 euro. Dagelijks krijg ik hier 2, 3, 4 boetes binnen. Ja, maar wat zijn die bezig? Ten die fietspaden. Nee? Dus een fietspad, en jij moet er achter blijven rijden. Je gaat die vloerman in het midden van de fiets rijden, en van de baan rijden, en jij kunt er niet voorbij. Dat zijn de groenen. En ik moet van die mannen niet hebben. We hadden dan ook Europa al een beetje kort besproken, de invloed van Europa. Hoe wordt u daarmee als bedrijf mee geconfronteerd? Met die Europese invloed op de ik economie? Ik moet zeggen, ik verdien gerne mijn geld rond de kerk hier. Hè? Dus ik heb een Belgisch bedrijf. Ik zit volledig in België, volledig rondom. Hè? Van in de Ruy tot in de pannen. Maar eigenlijk, het buitenland is niet meer als werk. Hè? Maar politiek gezien, weet hetzelfde. Europa zwaait hier de plak. Met verband met vergunningen en met onoersluit en met die CO2 en alles. Met die koeien. Hè? Ik stop iets kunnen vertellen met die ganzen, hè? Met die lever, hè? Noemt dat van die... Foie gras. Die mens moet achter zoveel jaren stoppen, maar 100 kilometer verder in Frankrijk mag dat wel nog. Maar waar is het in Europa? Waar is het in Europa? Dat zijn allemaal van die onnoersluit, dus wij hebben rond met ruimer en ruimer. Onze koeien moeten allemaal weg. Wat gaan we dan doen? De koeien gaan rollen in Frankrijk? Onze auto's moeten weg. De schoenen en BHB moeten verkopen en voor iets weggegeven. In dingen 4. Hè? Die mag nu vlak niet meer binnen. In Polen, hè? Rijdt hij rond. En die mannen zeggen, maar zie je mannen, als je een schoon auto zegt voor zo weinig geld. Waar is Europa dan? Dat klopt niet, dat klopt die gangst niet. En België wil gewoon het model dingen zijn. Hè? En we gaan gewoon zijn kop tegen de muur lopen, zo simpel is het. Welke wetten of regels zijn eigenlijk het meest storend voor u als ondernemer? Het verkeer, hè. Het verkeer ook. We hebben met 13 vrachtwagens, 35 ploegen, dag in, dag uit. De files. Ik kwam over last hier naar mijn chauffeur. Zeg, Michel, ik heb 4 uur in de file gestaan. Zeg, ik moet toch wel 4 uur betalen, hè? Of niet? Stel het? Dus, en de groene, de N70, de gewestwegen worden allemaal dichtgemaakt. Allemaal in dingetje, allemaal flitspolkjes. En de autostraden slippen dicht. En dan kostte je vroeger de N70 oprijden, van naar Loken, daar de baan zo gezeten. Nou, dat allemaal...
Ik begrijp dat niet. Maar wat de groene wil is, dan blijven we met een vloerijn en niet meer werken. Dat is plezierig, hè? Want het milieu moet proper blijven. Hè? Dat is het laatste met die dingen, met die... Kerncentrales. Hè? Om de grens te zetten. In Rusland gaat er 30 baan. China gaat er 150 baan. Die dozen door die van de groen doorziet. Ja, precies. Haha. En als je een lachje op je kop, dan lach je. Ik haat dat, mensen. En dan lach je. Ja, maar wij niet. Wij gaan dat sluiten. Want wij gaan dat. En wat is het nou? Dan moeten ze miljarden gaan betalen voor 2 kerncentrales open te gaan. Hé, hey, waar was je dan bezig, hè? Iets waar de groenen ook voor zijn, zijn bijvoorbeeld die mystery calls, de praktijktesten bij sollicitaties. Wat vindt u daarvan en welke ervaring hebt u daarmee? Eerst en vooral, ik vind dat een dikke zever. Hè? Wij zijn nou de racisten, maar de grootste racisten zijn die anderen, aan het hand. Die moeten kunnen binnen, die moeten kunnen dit, elders vasten. Hè? Aan het dingen is, noemen ze dat maar al, een maand vasten door, Ramadan. Ziekenbriefje betaald. Wie? En dan moet je één nul pakken. Pas op, er werken mensen hier, die werken er hier, zo. Hè? En die komen werken maar aan, die komen, geen probleem. En daar kan maar geen probleem mee. Maar wij zijn niet Belgen, hè? We moeten aanpassen. Hè? Maar wij moeten ons altijd oppassen, volgens de groenen, onder andere. Maar ja, dat is wel de kiesvolk. Hè? Dus over het verschil tussen werken en niet werken hebben we het al gehad. Hè. Die is dus niet groot genoeg. Er wordt wel eens gezegd van asielzoekers en van immigratie op vlak van arbeid. Dat meerwaarde zou zijn omdat ze later onze pensioenen gaan betalen. Is het hoor? Ze zijn alles nog aan het opeten. Wat vindt u daarvan? We zijn alles nog aan het opeten, die man werkt geen ene. Je zijn 7000 Afghanen hier. Allemaal jonge man, die werkt er geen ene van. Geen ene. Maar die mannen sturen nog geld of helder een dop naar het land. Die gaan naar jullie op prijs naar Afghanistan. En die gaan daar niet komen werken. Dat is niet zot maken, joh. Dat is allemaal dikke zever, joh. U hebt nog geen Afghanen gevonden die willen komen werken? Nee, zeker niet. Nee. Dan het overheidsbeslag. Heeft u al eens vermeld. Hè? Het is iets van een 55%, 54%, 55%. In werkelijkheid wellicht nog hoger. Wat vindt u eigenlijk van de wijze hoe dat de overheidsfinanciën besteed worden? Wat het ze allemaal doen met dat geld dat ze... Schandalig, hè. Kijk naar Van den Broek, hè. Met die corona. Hij heeft ook wel wat miljoenen weggesmeten. Hij moest niet alleen de Essex alleen niet inbrengt, maar hij geeft ze nog weg ook. Hè? Met die fraudeur van 5 miljoen door, van die pecuren te kopen er. Hè? Noem dat maar op. Elder feestjes, elder reizen allemaal. Dan elder eigen posten allemaal. Die man moet allemaal 10 medewerkers hebben. Ze moeten allemaal een Messias zijn. En hoe goed er tegen elkaar, hoe beter. Ze moeten politiebescherming zijn. Allee, come on, joh. Ja, ik denk dat dat wel een gevoel is dat leeft bij de bevolking, want ja, veel belastingen worden als onrechtvaardig beschouwd. En toch zeker de hoogte van de belastingen. Dus veel uitgaven ook als onrechtvaardig, u hebt er een paar opgenoemd. Hoe zou u dat oplossen? Het is simpel, hè. Meer mensen aan het werk zetten, mensen meer netto laten overhouden en dan gaan van hun eigen meer geld binnenkrijgen. Hè? Maar nu is het andersom. De mensen worden gewoon beloond voor niet te werken. Al wat binnenkomt, dan moet niet gaan werken, want die krijgen leefloon, die krijgen huis van Tosia W. Dus die mensen worden eigenlijk slecht. Hey, die balen, hey, kom maar af, want dat is een goed leven. We krijgen die god van 1500 euro en we krijgen een huis van Tosia W. Voor niets kunnen doen. Dus je zet de poort gewoon open, he. Doet dat toch helemaal anders. Zet de mensen aan het werk en laat de mensen geld verdienen. En dan wordt dat van zijn eigen opgelost geraken. Dus één manier zou zijn is om bijvoorbeeld de belastingen te verlagen op arbeid. Verlagen, maar ook de mensen meer laten verdienen. Want de mensen weten waarvan ze gaan werken. Nu moeten de mensen hedendaags met 2 mensen gaan werken, voor de huis te kunnen afbetalen, voor de eten te kunnen betalen, noto af te betalen. En ze komen niet meer toe. Hè. Dus ook minder belastingen voor de bedrijven dan, uiteraard? Inderdaad. Hè. De lasten, ik ben al blij aan de lasten morgen verlaagd worden op de arbeiders. En dat gaat zuiver naar de mannen, zeg ik al heel blij. Dat ik terug met gevoel gemotiveerde mensen werken. Weet je, de keer ik zeg tegen ons jongens, hey, bedankt van te komen werken. Ik ben nog 4 dat je nog wilt komen werken. Ik heb al verschillende mannen gezegd, Michel, dank me eens af, jongen. Hij geeft me nog een dobrief. Dan ik mijn kloten uit, ik werk in een tit en ik heb zoveel aan een dop. En het is toch niet normaal. Hè, dat. En dat is gewoon verkeerd. Ze geven gewoon een verkeerd signaal. De mensen laten werken, geld laten verdienen. Die niet werken, moet je laten verhongeren, de mensen niet werken. Hè? Dat zei ik niet. Hè? Maar je moet ze aanzetten voor te gaan werken. Dus werk genoeg.
klassieke liberalen. Hun oplossing is bijvoorbeeld dan om het overheidsbeslag te verlagen, de overheid te verkleinen, een kleinere, slankere overheid. Is dat iets waarvoor u sympathie heeft? Als ik al aan het roepen, waarvoor moeten er 6-7 regeringen zijn hier? Een staatssecretaris, en dit en dat. Ze moeten allemaal 50 dingen zijn. 50 mannen met zijn samen te werken. Ja, die Kobe Cabido die vraagt 2 medewerkers voor wat? Voor uw gat af te kuisen. Alleen, dat moet eens eerlijk zijn, dat is toch allemaal niet nodig. Ik zeg het nog, 1 regering met 12, eerste minister en 11 anderen, en al dat doen? Dus dat is besparen op de politiek, maar we zouden ook bijvoorbeeld de overheid minder taken laten hebben. Bijvoorbeeld dat er geconcentreerd wordt op enkele kerntaken. Wat vindt u daarvan? Te zien bij welke kerntaken, hè? Als we bezig waren met de elektriek, zijn we al goed gekleurd. Ze zijn bewezen. Nee, Verhofstadt in de tijd, we gaan alles verkopen. Dat is eigenlijk de grote dader waar we nog een probleem zitten. Hè? Want onder de elektriek moet je toch nooit verkopen aan het buitenland. Die Parijs zit nog te lachen, hè? Engies, hè? Nou, ja, die mannen zijn boos nog hier. Hè? Dus dat is een groot probleem, met verkeerde investeringen te doen en verkeerde verkopen te doen. Hè? U hebt al verschillende suggesties gedaan om het ondernemerschap aantrekkelijker te maken. Als u zou moeten samenvatten, wat is het voor u het belangrijkste om het ondernemerschap belangrijker te maken? Ik werk in een stilieren, stellingbouw. Wij hangen af van ons mannen. Hey. En dan kun je dat maar één keer doen. Ik zeg het nog eens, de mensen die werken, geld worden verdienen. Je moet als werkgever, die mensen ze hebben al terug 10% of 12% bij, maar ze moeten de belastingen geven. Mensen gaan ons jouw een belastingbrief krijgen. En dat is het grote probleem hier. We worden veel te veel belast. Als ik dat moest zijn, zou ik de mensen... Blijf het misschien deur zeggen, blijf het misschien deur zorgen. Maar dat is het grote probleem in België. Dan hebben wij het werken veel te erg belast. Misschien een laatste vraagje over de politiek. Dus er zijn contacten met Jean-Marie de Dekker. Wat trekt u eigenlijk het meest aan in de ideeën van Jean-Marie de Dekker, zijn programma? Wel, Jean-Marie is wel een beetje voor mij... Hij kijkt naar op, ten eerste. Ten tweede, hij zegt gelijk aan het is en hij gaat ook tegen de wind in. Is dat het? Dat is geen meeloper, die mannen van ja. Het allemaal moet met Premier op de dingen staan. Dus die krijgen allemaal posten, maar Jean-Marie is zo niet. Jean-Marie zegt hier een rechteur, kijk maar naar Middelkerk, hij is gekozen, 92% heeft de gold van de stemmen. Hey, die drogen ze er op hangen door in Middelkerk. Maar hij doet hem iets voor de burgers. En hier doen ze niets. De politiek is veel te veel afstand tegenover de werkgever en de werknemer. Wanneer de verkiezingen er zijn in 2024, gaan we dan jou zien op een lijst van de partij? Ik ben er mee bezig, maar ik moet wel voorzichtig zijn ook. Welke partij? De traditionele partijen zeker niet. Dan ben ik ook eens horen met Jean-Marie de Dekker. Of eventueel, ik zal dan zeggen, Blankenbergen leeft een onafhankelijke lijst, kan ook. Al verschillende mensen om mij gevroegen van Michel, kunnen we samen iets doen? Ondernemers. Hè. Dus ik kan me nog een beetje rond. Natuurlijk moet wel gewoon beginnen keuzes maken natuurlijk, want ja, je hoort, het is rap voorbij natuurlijk. Hè. Ja, en sommige partijen zijn eigenlijk al een beetje bezig met de verkiezingen. Rousseau is zijn ziel aan het verkopen door tegen de Bever en zo. Ik vind dat geen verkiezingen. Hè. Die zijn posten aan het verdelen, die man, en je moet nog kiezen. Dat is allemaal toch geen dingen. Hè. Is de kans dan het grootst dat we jou in een lokale partij zien? Dus niet zozeer bijvoorbeeld verbonden aan een van de grote partijen? Ik zeg niet nee, maar ik woon al 10 jaar in Blankenbergen. Maar eigenlijk was het Niklaas. Hè? Ik ben een Sinterklaasenaar, geboren en getogen. Maar door de vakanties en al zo'n de zee door te brengen, heb ik een appartement aan de zee kunnen kopen. En ik ben met Blankenbergen al verknocht, zal ik nog maar zeggen. En lokaal moest ik toch graag in Blankenbergen blijven. Ook met mensen. Ik ben een sociale mens, ik kom regelmatig overal, ik kom op een restaurant, ik kon een pint gaan drinken en zo. En het eerste van die man, hey, je gaat toch de politiek, je gaat toch dit, je gaat toch dat. Maar wel in feite, de mensen verlangen dat er nieuwe wind in de politiek komt. Nieuwe wind. En ik zeg altijd, er moeten ondernemers bij komen. Mensen met boerenverstand. Die mannen die 30 jaar op school geweest zijn, dat we geen klote weten wat er op de wijk vroeger gebeurt, of wat een ondernemer is, dat moet je niet hebben. Je moet een mix hebben, verstand. Je moet wel slimme mannen hebben en mannen gelijk wij met boerenverstand. En zijn er al andere ondernemers met wie u contact heeft die willen meestappen met u of apart nog? Ik heb altijd gezegd tegen dat ik zeg, oké, mannen, geef mij even tijd. Van de maand januari zit ik met Jean-Marie. En dan gaan we zien of Jean-Marie mee wilt. Ik wil eerst met Jean-Marie kijken naar op. Hey, maar dan ook hier is
met een goede moed. En dat, ik ben ook als jene. Ik zal wel zeggen, dat mag mij de koning staan. Ik zal het wel zeggen, ik heb er geen probleem mee. Dat wordt het mag gezeten worden. Hè. Maar ik moet ook zeggen dat ik mijn eigen niet verbreng aan bepaalde dingen. Dus Jean-Marie is een ervaren rot. En daar wil ik eerst eens mee gaan eten en eens mee gaan klappen wat dat eigenlijk zit. Lees het volledige interview met Michel van den Branden in de nieuwste editie van Politerke en op palnieuws.be.